Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wie hebben we naar school gebracht? Dat was Liam. Liam hebben we naar school gebracht. We zijn heel even gewoon naar de winkel geweest. En vervolgens zijn we weer thuis gekomen. We moeten daar Liam ook alweer ophalen. We zijn eigenlijk continu al bezig geweest. Dus vandaar. Ja, mama is er al hoor. Hallo. Hallo. Zat jij mama te roepen? Da. Oh. Hi. Doe maar rustig. Weer eruit. Gaan we naar beneden. Mama gaat je eruit halen. Hallo. Ja, kom maar. Die is ook wakker. Je broertje slaapt nog. Liam ligt nog heerlijk in dromenland. Ook gauw jouw broek eens even zorgen maken. Want je stinkt. 1, 2. Of Jordi echt veel geslapen heeft, weet ik niet. Ik heb zelf namelijk ook even rustig op de bank gelegen. En ik had echt zoiets van... 1:15. Zijn jullie pas weer beneden. En dat is niet erg. Want jullie denken nu misschien... Oh, zien jullie de laatste Jordi daar helemaal in de hupje zitten? Nee. Jordi zit heel graag in zijn bed. Jordi is heel graag in zijn eigen habitat. Dus ik weet dat ik Jordi daar niet mee heb. Hij vindt dat juist heel fijn om even lekker prikkelarm te zijn. Hij zat net ook echt heel vrolijk in zijn bed te doen. Dus in hoeverre hij geslapen heeft, weet ik niet. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat hij wel veilig zit, prikkelarm is. En dat hij gewoon lekker zijn ding even kan doen. Vind ik heel belangrijk. Dus dat is de reden. En mama heeft af en toe ook gewoon heel eventjes een uitpuffer nodig. Nou, vandaar. Mocht hij nou daar nou nog wel in slaap vallen, dan is dat zo. Dan laat ik hem een uurtje slapen. En dan maak ik hem weer wakker. Nee. Yay. Mama, kus. Inmiddels is Liamke ook lekker wakker. Ze zijn kaasballetjes aan het snacken. En het is weer vrijdag, dus Niels die werkt maar tot 4 uur. En dat is bijna. Dus ja, kan niet wachten tot hij thuis is. Dan kan hij even papa spelen. En ik ben poetsvrouw. Dat. Liam, wat ben je aan het doen? Mama.
Was het op school? Zeg maar goed hoor. Ik heb lekker gespeeld. Goed fruit gegeten. Jee. In de wijk. Ik was niet lastig. En ze vonden dat ik ook vooruit ging. Je moet daar lastig zijn, hè? High five. High five. Liam, papa vraagt high five. High five. Liam, doe eens high five. Papa, duidelijk vragen. High five. Box. Goed. En box. Box. Wow. Hij wil nog een keer boksen. Hij deed dat nog een keer. Wat zit je daar te doen? Een hele goede morgen. De jongste van de Bambix-bende is wakker. De andere twee nog niet. Niels is werken. Joepie. Nee, Joef. Joef. Nee. 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 Joef. Nee. Joef. Joef. Stop hem. Dus ik zit hier met... Een van de Bambix-bende. Die andere twee zijn dus nog in bed. Ik ga zo even een flesje voor hem maken. Inmiddels is Jordi dus ook al wakker. En hij ook. Je hebt tot 9 uur slapen. Ja, iets eerder. 5 voor 9, 10 voor 9, zoiets. Hij heeft nog geslapen. Hij was vannacht wel een keer wakker. Maar... Hij is nu wakker. Jordi aangekleed. Liam aangekleed. Sam aangekleed. Ik en niet. Ik ben... De was aan het doen en aan het opruimen en ja, kindjes fruit geven, alles erop en eraan. Dus ja, ik ben gewoon lekker bezig. Sam die ligt op bed. Jordi en Liam zijn nog wakker. Die ga ik ook niet naar bed doen. Liam die is mama aan het pesten. Ja. Ja. Nee, niet met je voet in mijn gezicht. Ja. Vies ettertje. Ja. Ja. Maar Jordi zit daar zijn eigen dus te vermaken. En we wachten op Niels totdat hij thuis is. Ondertussen ben ik nog steeds mijn was bezig. Hi Liam. Ben je lekker aan het spelen? En Sammy is lekker aan het spelen. En Joefie ligt lekker in de zon. Hi Joef. En Jordi zit hier lekker op de bank. Mama is even boven bezig. En papa doet op de kindjes even kijken hoe ze doen spelen. Dan gaan we daar eten. Misschien dat we dan nog kunnen zwemmen. Dan zullen we daar wel zien. Je broer is al naar bed, hè, Liam? Ja, chagrijn. Jordi wordt nu verschoond. Hij is nu net al verschoond. Hij heeft zijn fles al gehad. Hij gaat zo naar bed. Maar papa die gaat dat doen. Mama is even helemaal klaar met showen. Laten we het zo noemen. Ik ga daar wel hier nog even opruimen en even poetsen. En dan gaan we alweer zien waar het schip strandt. Ben je het mee eens? Ja? 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 Ben je het ermee eens? Ja, ik vind dat hij het ermee eens is. Wie zwijgt hem toe?
En ik ben ook even klaar met mama zijn. Ben ik even heel eerlijk in. Soms heb je gewoon even die momenten. Ik ben altijd alleen maar aan het zorgen. De benen onder mijn kont uit aan het rennen. Mijn lichaam heeft geen 5 minuten rust, om het even zo te zeggen. En of er hangt wel een kind aan me, of ze willen een hond bovenop me kruipen. Of een vent die valt me lastig. Of ik moet hier het huishouden doen. Dus heel soms ben je even klaar ermee. En dat is niet om te klagen, maar dat heeft iedere vrouw zo. Dus dat is gewoon zo. Dat is een feit. Dat dat gebeurt. Het betekent niet dat ik niet van ze hou hoor. En dat ik niet zonder ze kan, et cetera. Dus dat is gewoon zo. Maar toch, hè. Soms heb je dat gewoon. Een hele goede morgen. Gisteravond zijn Niels en ik op de bank in slaap gevallen. Kan gebeuren. Nu zijn alle kindjes wakker. Jordi krijgt nu zijn flesje. Sam heeft al gehad. Liam die zit daar. En vandaag wordt het al een beetje warm. Ik ga daar nog even een beetje boven opruimen. Ontbijt maken. Ik moet nog kwarktaart maken. En dan komt er vanmiddag bezoek. En dat was eigenlijk onze dag in Nederland, toch? Ja. Daar gaan we lekker buiten spelen. Ja, maar eerst gaan we eventjes zorgen dat het veilig is buiten. Hoezo? Nou ja, hè, dat die waterbaan er staat en een zwembadje en dat soort dingen. Nee, oké, dan zijn we er. Dus dat. Kinderen ingesmeerd zijn, heel belangrijk. Dus dat is wat we gaan doen.
papa allemaal aan het doen? Kijken! Ja, papa voor jullie alles op aan bouwen, dat jullie lekker kunnen gaan spelen. Wauw. Eet smakelijk. Ik heb hem op camera staan. Huh? Ik heb hem op camera staan. Ja, ja, ja. Hey! Yay! Lekker, hè? Yay! En bedankt! Het bezoek is weg. Ik ben eten aan het koken. Niels is voor mij even de vaatwasser aan het doen. Jordi heeft niet geslapen, maar die wilde ook gewoon niet naar buiten toe. Dus dat is ook prima. Liam heeft even nog in het zwembad gezeten, zoals jullie zagen. Sammy heeft ook het een en ander uitgevreten. Dus ja, was gezellig. We hebben de kindjes gedoucht. Die liggen lekker in bed. Een flesje gehad. En wat gaan wij nu nog doen? Het is helemaal niks meer, maar het zal wel niet in zitten. Nee, we moeten nog een beetje opruimen. En dan moet brood maken voor morgen en kleren klaarleggen. Mm-hmm. En dat was het wel. Ja. Dus bij deze gaan we ook niet veel bijzonders meer doen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.